Pavlon, je straalt van oor tot oor. Hoe groot is de blijdschap? Ja, tuurlijk. Het is heel mooi natuurlijk. We hebben ons puntenaantal verdubbeld in uitwedstrijden vandaag. Dus dat is mooi. Ja, natuurlijk voor mij ook persoonlijk mooi als je invalt en je bent belangrijk voor de ploeg. Dus dat is geweldig. Wat zei de trainer tegen je toen je erin kwam? Hij zei dat ik achter de spits ging spelen. En in verdedigend opzicht met de taken op moest pakken. En in aanvallend opzicht gewoon bij Vincent zou staan. Dus dat heb ik gedaan. En ik moet dan hopen op een kans zien in die paar minuten. En dat is gebeurd. Dus dat is lekker dat hij ook binnenvalt natuurlijk. Dat was dezelfde dubbele wissel als afgelopen donderdag. Toen je ook samen met Sebastian Jakubiak erin kwam. Toen viel hij ook nog in de slotfase. Ja, zeker. Toen ging het ook gelijk goed. En dat leverde ook punt op. Dus nu weer. Dus voor de trainer is het ook mooi. Schrijf je goal eens? Ik denk goede actie van Brahim. Die begint rechts en we eindigen op links. En ik zag gewoon aan Kuwas dat hij hem terug ging trekken. En toen glijden onder mijn voet door die bal en uit de draai schoot ik hem binnen. Dan bezorg je Heracles allemaal een punt. Maar ook voor jou weer lekker dat je scoort. Want de trainer die was niet zo tevreden over je. En die had je juist langs de kant gezet. Heb je dan het gevoel gelijk van ik laat toch even zien dat ik er nog ben? Ja, tuurlijk. Ik denk het wel. Als spits zijn kan je eigenlijk alleen maar laten zien met doelpunt. En dat heb ik vandaag gedaan. En ik vond het een beetje apart dat ik ernaast gezet werd. Alleen dat is de keuze van de trainer. En het is aan mij om positief te blijven en hard te blijven werken. En, waarom vond je het apart? Ja, tegen NAC had ik nog gescoord, speelde ik goed. En tegen Willem II was totale off day. En dan, daarna word je gelijk eruit gehaald. En vond ik een beetje apart. Maar dat is de keuze van hem. Wat was zijn uitleg? Ja, hij vond dat ik wat mindere wedstrijden had gespeeld. Alleen, daar was ik niet geheel mee eens. Alleen, het is zijn keuze en daar moet je het mee doen. En dan is het wel lekker dat je hem nu maakt natuurlijk. Vincent van Meij zei in de afloop van de vorige wedstrijd in die scoorde dat jij hem nog altijd even van tevoren zegt van maak een doelpuntje. Hoe zit dat precies tussen jullie twee? Hoe is jullie band? Ja, ik heb voor laatst hadden we ook een interview met z'n tweeën. Dus onze band is goed. En hij kwam altijd naar mij toe om succes te wensen en zeggen dat ik een doelpunt moest maken. En dat doe ik ook bij hem. Dus we gaan gewoon goed met elkaar om. We hebben 17 wedstrijden gespeeld. Jullie hebben nu 22 punten. Sinds Heracles allemaal al gepromoveerd is in 2005, is het pas twee keer gelukt om meer punten te halen dan 22. En toch kleeft er de hele tijd iets rondom Heracles allemaal dat het nog niet altijd helemaal geweldig is. Maar als je de feiten bekijkt, dan ziet het er gewoon top uit eigenlijk. Ja, zeker. Puntenaantal, dat is niet verkeerd. Alleen, helemaal als we van Venlo ook nog winnen, dat is het ook top natuurlijk. Ik verwacht eigenlijk wel dat we daar 3 punten gaan pakken. Dus, je moet ook nog naar de Kuip, hè, tussendoor. Ja, maar die tellen niet mee voor de competitie. Dus, ik weet niet. Ik weet ook niet wat dat is. Waarom een beetje kritiek zeg maar, op de ploeg is. Qua puntenaantal doen we het goed. We staan in het linker rijtje, volgens mij nog steeds. Dan denk ik dat je als Heracles dat je het gewoon prima doet.